de kans gekregen om te mogen recruteren. Wat dat iets totaal anders was dan wat ik tot nu toe gedaan had. Ik wist altijd dat ik graag iets met mensen wilde doen. Dat ik graag babbel. Dat ik sociaal contact leuk vind. En eigenlijk ja, is die job als recruiter een fijne mix geweest. Dus enerzijds kandidaten zien, screenen. Mijn natuurlijke nieuwsgierigheid kunnen ontwikkelen. Want je mag de vragen stellen. En anderzijds dan ja, het stukje administratie en het stukje... ja, target gerelateerd werken ook wel. Dus super tof om te doen. Ja, het project waar ik nu werk, dat is een project HR en payroll. Dat is iets wat eigenlijk heel ver buiten mijn expertise of ervaringsgebied ligt. En ik heb daar toch al wel heel op mijn strepen kunnen staan en heel veel mezelf eigenlijk verbaasd over hoe dat ik dat heb gedaan zonder eigenlijk die ervaring, maar door gewoon mij open te stellen en mij erin te gooien en toch wel te proberen om er het beste van te maken. Ja, ik heb 300 mensen mogen opleiden over een programma. Dus ik heb in een bedrijf iedereen leren kennen. In alle niveaus en iedereen opleiding mogen geven. Dat was enorm leuk. Mee het systeem ook mogen uitwerken rond voorraadbeheer. Ja, enorm veel geleerd. En, ja, opleiding is wel echt mijn ding, dus ik vond dat heel leuk om te doen.